Ja, we zijn hier in Zagreb, hoofdstad van Kroatië. We spelen hier het grote internationale Mladen Ramljak International Memorial Tournament. Mladen Ramljak, oud-voetballer van Feyenoord. En wij doen voor de vierde keer mee als Feyenoord zijnde. Met grote tegenstanders, grote namen. Dus een ideaal podium voor onze jonge jongens om te spelen. We bereiden een wedstrijd voor op basis van het thema waarin we zitten. Dat is het vertrekpunt. En dan gaan we op basis van de vorige wedstrijd, dat was Noord-Zeeland, bekijken we de beelden met de spelers de avond voor de eerste wedstrijd. En dan kijken we naar de punten die goed gingen, kijken we naar de punten die beter konden. En dan gaan we beginnen met bouwen. We gaan het zo snel als mogelijk doen. Alleen, het is wel belangrijk, zeker in deze fase, dat we allemaal op één lijn. Heel veel onderdelen. Dus dan blikken we heel vaak terug en ook weer vooruit. Terug, vooruit, terug, vooruit. Ja, dan is het ook ideaal, zeker omdat wij Youth League gaan spelen, waarin we veel internationale wedstrijden gaan spelen. Ja, is het goed om tegen verschillende spelsystemen te spelen en dat de jongens leren herkennen hoe daar mee om te gaan. Die keeper die wacht hier juist op. Klopt. En je weet zelf wie er nu vrijkomt als hij die driehoek maakt. Dus wat is in deze situatie beter voor jou om dan te doen en ook voor andere jongens die in die positie terechtkomen? Als dicht. Ja, als echt gewoon wachten tot hij die eerste bal speelt. Ik werk nu al 2 jaar, werken wij samen. En eerst 2 onder 16 en nu dan de onder 18. Ja, en Brian en ik, die hoeven maar naar elkaar te kijken. En dan weten wij al wat we aan elkaar hebben. Ja, dat is voor mij heel erg belangrijk, om op deze manier met hem samen te werken. Hij snapt precies hoe ik denk, ik snap precies hoe hij denkt. En het is gewoon een ongelofelijke wereldgozer. Uiteindelijk gaat het om dat wij onze eigen zonnige de baas zijn. En dat wil ik dat jullie elke training, elke wedstrijd uitstralen. Nou, als ze nou groter zijn of whatever ze zijn, moet ons helemaal niks uitmaken. Wij bepalen. Mijn naam is Jonas Herbot. Ik ben performance trainer bij de Feyenoord Academy. Ze zitten nu in de derde week van hun voorbereiding, wat het fysiologisch en trainingsstandpunt niet ideaal is. Dus wij proberen de jongens eigenlijk zo fit mogelijk hier al te krijgen, wat dus eigenlijk in die 2 eerste voorbereidingsperiodes al begint. En op dat moment dat ze op het toernooi aankomen, proberen ze ook zo fit mogelijk te houden van wedstrijd naar wedstrijd. Jonas? Ja, denk ik wel. Zoals vandaag beginnen we om 7 uur bij het ontbijt, maar dat betekent dat wij misschien al om 6 uur bezig zijn om dingen klaar te zetten. We zijn bezig met hun voeding, dat ze eigenlijk zo vroeg mogelijk al met hun wedstrijdvoeding kunnen bezig zijn. Eén keer dat ze dan aan het ontbijt verschijnen, proberen ze hen zo goed mogelijk te begeleiden in welke voeding optimaal hen gaat helpen om die wedstrijd goed te spelen. En vanaf dat het ontbijt voorbij is, dan is het eigenlijk gaan toewerken naar de wedstrijd. Game day, jongens. Game day. Game day, maar de best day. Wat is dit daarna? Hoeveel staat uw hart? Wat is daarna? Maak daarin vandaag weer een volgende stap. Met elkaar zijn jullie sterk, met elkaar in elkaars kracht en geniet. Plezier hebben, omdat voetbal het leukste spelletje is. Dat wil ik dat jullie uitstralen met elkaar. Veel plezier, jongens.
complimenten voor wat jullie doen. Echt wel 3-0 voor. Probeer nu om jezelf ook een plezier te doen. Iets meer van de balbezit spelen. En in die ruimtes die je dan iets meer vanuit geduld creëert, ja, die gaan komen, want hun gaan op een gegeven moment druk willen zetten, daarin gaan spelen. Ja, Mo! Ja! Gefeliciteerd jongens, de eerste overwinning van het seizoen. In de drugs heb ik ongelooflijk veel goede momenten gezien, zowel in de eerste helft als in de tweede helft is het ook logisch dat het iets lager gaat qua tempo. Ja, jongens, complimenten. Ik ben laatste zeker, hè? Oh, je hebt 5 gelopen, man. 5? Ja. Dat is gewoon goed. Ik heb 9. Waar? Je hebt 7. Oh shit. Gooi je dit op een sprintmeter, zwaar? Ja, gedurende de hele wedstrijd worden zaken zoals een totale afstand bijgehouden. De totale afstand die ze boven bepaalde snelheden behalen. Dus vanaf dat ze eigenlijk boven de 20 km per uur gaan versnellen, wordt dat als sprintmeters gerekend. En vanaf 25 per uur gaan we eigenlijk naar de hogere, intensievere sprintmeters. En we kijken ook hoeveel intensiteit ze eigenlijk leveren per minuut. Of dat ze die intensiteit ook nog kunnen behouden aan het eind van de tweede helft. Voor de spelers zelf is het gewoon een onderlinge strijd. Je wilt natuurlijk veel lopen. Ik heb dat zelf met mijn sprintsnelheid. Als ik kijk naar de wedstrijd en ik zie dat ik weer een nieuwe PR heb gehad, een persoonlijk record, dan denk je wel van, yes, dat is wel lekker. Even bij mijn buurman zeggen, dat heb je niet, hè? Dat soort dingen. Als ze kijken naar het eerste, wordt er veel meer waarde gehecht aan, oké, welke waarde moet een speler op een bepaalde positie kunnen behalen om überhaupt in aanmerking te komen om een bepaalde positie te spelen. Ja, ze kunnen ook zich veel meer spiegelen aan spelers van het eerste bijvoorbeeld. Even overleg, Seppi en de jongens. Nee, niet twaalf. Ja. Zo goed, man. Jij bent iets van je moeder. In de club van je moeder. Nou, weg, wat we moeten weten. Ik weet dat. Kom maar, doe het eens, Jona. Wat is dit? Echt een super team. Ja, er wordt zoveel lol gemaakt, ook hier in het hotel, maar ook op de luchthaven, in het vliegtuig. En dit is ook een ontzettend leuke groep met heel veel humor. Op een leuke manier, jongens met een eigen mening. Dus het brengt echt een hele leuke sfeer met zich mee, die gasten. Waar ik zelf ook weer heel lekker op ga. I thought that I've been hurt before. You want me? I can't breathe, shake it, falling onto my knees, and I'll beat up without your kisses, I'll be needing stitches. Ik let altijd op de tegenstander en ook net weer. Bij het ontbijt komen ze op een dode gemak. Wij zitten er al. Warming up, komen ze op een dode gemak. Wij zijn al bezig. Ik ga net tegen Nico. Ik zeg, ik hoop dat ze ook na 40 minuten pas beginnen met voetballen. Maar dat wij in die eerste 40 minuten laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan. Thank you.
Kom even kort bij elkaar. Een groot compliment maken dat jullie dit derde wedstrijd van het jaar al kunnen brengen. Ik wil dat jullie één ding nu doen. Dat jullie al deze teams die hier aan het duisteren zijn laten voelen hoeveel dat voor jullie betekent. Ja! Deze er ook bij. Ja, neem ik je dit, hè? Deze. Dat kan ik. Wij zijn bij Feyenoord bezig met Gameface. Een kleine houvast voor spelers van ja, dat je in je high performance mindset blijft. Dan kunnen ze kleine trucjes kunnen ze dan toepassen waardoor ze constant in die high performance blijven. En dat had ik toevallig benoemd voor de wedstrijd tegen Flamengo. Waarin ik benieuwd was van stel je komt achter, denk dan naar je Gameface. Ik wil eventjes heel kort, we gaan het even niet hebben over tactiek. Dat is allemaal duidelijk, speelwijze duidelijk. Ik wil even met jullie naar jullie Gameface. Ik wil dat je daar even aan terugdenkt, wat je hebt ingevuld. Misschien met een speler, misschien met een dier, een tijger. En Mbappé heb ik voorbij gekomen, Frenkie de Jong. Die ga je dadelijk nodig hebben in deze wedstrijd. Als het goed gaat, als het mee zit, kan je eraan terugdenken. Maar ook als het tegen zit. En dat kan je helpen om in die high performance mindset te blijven. We gaan naar de rest doen. Boys, hij gaat fantastisch. Jullie zijn aan het domineren, echt. Zeker op onze eigen helft. En eerste gedeelte, tweede helft, domineren. Hij gaat vallen. Blijf rustig. Hun gaan provoceren zometeen, nog veel meer. Jullie hebben het geweldig gedaan tot nu toe. Ja? Hou dit vast, rustig blijven. Vertrouw op jezelf, vertrouw op je kwaliteiten. Want jullie spelen echt ongelooflijk goed. En hij gaat vallen. Geloof, blijven houden. Rustig blijven en gewoon zo doorgaan. Heerlijk. Ja! Jullie hebben gedomineerd tegen een fysiek sterk team. Voetballen kunnen jullie. Maar als jullie door het vuur gaan voor elkaar, dat hebben jullie vandaag en de afgelopen dagen bewezen. Jullie zijn niet alleen goed, jullie zijn ook wereldgasten. Want de jongens die er niet speelden, die hebben de ploeg aangemoedigd. Dat doen jullie uit jullie zelf. En dat tekent hoe hecht jullie zijn en hoe sterk wij als team zijn. Maar we zijn er nog niet. Dus het is een ongelooflijk mooie stap. Daar kunnen we nu van genieten. Maar ons doel is om die prijs mee naar huis te nemen. Geniet ervan! Ja!
het even minder gaat of je komt achter, ben je dan nog steeds die meedogenloze strijdende tijger. Nou, dat hebben ze goed gedaan, want we kwamen achter. Maar je zag dan wel dat het team elkaar oppepte en dat we gewoon bleven doen waar we goed in waren. Dat is wel ook een winst van de afgelopen dagen hier. We gaan in blokken van 6 minuten. Ja. Dus hier 6 minuten. Mag ik niet gelijk maken? Ik kan niet meer. Dat is niet goed, zeg maar Melis. Not cool. Kijk, kijk, kijk. Hij is een koude koop, man. Even koud. Ik voel wel gezonde spanning, maar het is niet echt dat ik druk per se voel. Ik weet wat ik kan, ik weet wat mijn teamgenoten kunnen. Ik denk dat je altijd wel van jezelf moet uitgaan. Druk zit er altijd op, maar dat vind ik altijd wel lekker. Natuurlijk wordt er nu meer naar je gekeken, ook omdat we Youth League gaan spelen en wordt er veel van je verwacht. Maar ik denk dat het juist ook wel goed is en dat iedereen ook wel scherp houdt. Ik denk nog zeker wel 1 goal en 1 assist. En de finale nog, ja. Met de beker lekker naar Rotterdam weer, ja. Ja. Ja, kijk, het winnen op zich van het toernooi is niet doelstelling nummer 1. Het gaat ook in deze leeftijdscategorie natuurlijk ook om voorbereiden, ontwikkelen en zorgen dat het team klaar is voor de competities. Maar ik ben heel eerlijk als ik zeg dat als we zo'n toernooi spelen en je komt verder in dat toernooi, dan wil je natuurlijk wel ook gewoon zorgen dat je bij de beste eindigt. Is iedereen ready, boys? Ongeacht of wij zometeen winnen of verliezen, hebben we deze week, hebben we denk ik met z'n allen ongelooflijk veel manieren stappen gemaakt. Dat is voor mij de allergrootste prijs al vandaag. Ik heb ooit een WK-finale mogen spelen. Daarin was ik, en ook het team vond ik, veel te veel bezig met het winnen van die prijs. Eigenlijk liepen we al vooruit op die zaken. Dus ik heb een tip voor jullie. Play the game, not the occasion. Speel het spel. Focus op waar je goed in bent. Focus op je eigen spel. Focus op elkaar. En denk niet te veel aan dat het de finale is. Het is gewoon een wedstrijd, gewoon op een voetbalveld. En je moet gewoon je werk doen. Vanaf nu, elke seconde, high performance mindset. High performance mindset. Let's do it. Kom, we gaan verder. Ja. Mooi verjaardagscadeau. Ja, zeker, zeker, zeker. Come on! Ik heb nieuws waar jullie heel blij van gaan worden. Vanavond geen bespreking. Ja! Ik
hoopte ook echt op Manchester United als tegenstander in die finale. Ja, die finale is goed verlopen. De jongens hebben het echt goed gedaan. Want het is natuurlijk voor jongens van 17, 18 is het ongelooflijk moeilijk om geduldig te blijven in zo'n wedstrijd. En die eerste helft was echt een tactische wedstrijd. En dan moesten we echt goed vanuit onze positie samenspelen en schuiven en wachten en geduld. En op het juiste moment toeslaan. En dat hebben ze zo volwassen en goed gedaan. Shaka! Bye bye! Shaquille! Kijk hier, hoef Rafi! Rafi! Waar is Rafi? Ja, wat heb ik gewonnen eigenlijk? Beste speler! Yesu! Ja! Lekker. En dan komen er nog meer. Hij is betaald, hè? Ik kan het niet uit.